hulde aan Jeroen Brouwers. En welkom bij een nieuwe bladwijzer. Vandaag niet geheel toevallig uit de bieb van Herselt, want hier vlakbij ligt het Helschot. En dat doet misschien wel een belletje rinkelen. Stefan Breys gaat vandaag op zoek naar de Kempense roots van Alfons de Ridder, alias Willem Helschot. Als jongen bracht ik ieder jaar het groot schoolverlof van 1 augustus tot 21 september bij een oom door die in Blauwberg woonde, dat een klein gehucht is van de Kempense gemeente Herselt. Het was toen, 60 jaar geleden, een zeer beboste streek. En een van de bossen, gelegen tussen Blauwberg en Veerle, heet het Helschot. De herinnering aan dat geliefd bos is mij tot op heden bijgebleven. En toen ik mijn eerste boek schreef, in casu Villa de Rose, heb ik spontaan, dus zonder nadenken, de naam Helschot tot de mijne gemaakt. Dat is alles. Een fragment uit een van de brieven van Willem Helschot. Vandaag bewijzen we dat de Kempenaars met recht en reden trots mogen zijn op deze Antwerpenaar. Dit is het centrum van Blauwberg en als Helschot hier verbleef, dan was dat in een huis aan de Witputstraat. Hier op deze foto zie je het huis van de oom van Willem Helschot. In de deuropening zie je nog zijn nicht staan. Maar vandaag blijft er van dit huis nog weinig oorspronkelijk over. Je moet al heel goed kijken om eventueel de schoorstenen te herkennen, maar dat is het dan. Zijn oom heette Philippe van Helst. Hij was hier timmerman, zijn vrouw was kruidenier. En die Philippe van Helst was bekend als een vrijdenker hier in het dorp, maar ook las hij veel boeken en vooral dat was verdacht, ja, zelfs wat gevaarlijk. De verlossing speelt zich af hier in Blauwberg. Willem Helschot noemt het in zijn boek Groendal. En het gaat over een man, Paul van Domburg, die hier kruidenier en timmerman is. En die krijgt hem, omdat hij een socialistische vrijdenker is, krijgt hij het aan de stok met de pastoor Kips. Kips zong voor en het volk antwoordde. Van alle kwaad verlos ons Heer, van alle zonde verlos ons Heer. Door uw opstanding verlos ons Heer, door uw wondervolle hemelvaart verlos ons Heer. Door de komst van de Heilige Geest en Trooster verlos ons Heer. En in plaats van te laten volgen, wij zondaren, wij bidden u, klonk het uit Kips in mond, van winkeliers zonder God. Waarop de menigte niet antwoordde, verlos ons Heer, zoals het hoorde, doch uit gewoonte terugriep, verhoor ons. Het boek eindigt wanneer Paul van Domburg op zijn sterfbed ligt en hij laat de pastoor naar hem komen en hij schiet hem dood. Dat doet ons natuurlijk denken aan het voorval van een pastoorsmoord, een bekende pastoorsmoord, die in Nijlen is gebeurd in 1842. En zo zie je dat Willem Helschot, zoals vele andere schrijvers, zijn inspiratie haalde op de plekken waar hij geregeld kwam. Zo is er bijvoorbeeld nog een scène in de verlossing die zich een stuk later afspeelt en dat is een doopsel. Helschot liet hier ook 3 van zijn kinderen dopen, maar dat deed hij, dat vertelde zijn dochter toch, meer uit sympathie voor zijn nicht die hier woonde dan uit overtuiging. Dit is de hommage die Herselt aan Helschot heeft gebracht. Het is een krachtig beeld. Het stelt Laremans voor, een van de hoofdfiguren uit Lijm en het Been en uit Kaas. Hij zit ook op een halve bol kaas. Het is alleen erg klein en ook de folder die hier is aangeplakt is zeer amateuristisch gedaan. En dat voor zo'n grootheid als Willem Helschot. Het had toch allemaal iets meer mogen zijn. Voor de poort van de fabriek houdt de arbeider plots halt. Het mooie weer trekt aan zijn jas. En als hij zich dan omdraait en de zon bekijkt, zo rood, zo rond en lachend in zijn lode hemel, knipoogt hij vertrouwelijk. Zeg eens, kameraad zon, vind jij het ook niet tamelijk dwaas om zo'n mooie dag te geven aan een baas?
Schitterend gedicht voor deze Dag van de Arbeid. Geschreven door Jacques Prévert, vertaald door Geert van Nistendaal en Koen Stassijns en uitgegeven bij Lano en Atlas. Inge Le Gras uit Hofstade had al 4 kinderen toen ze besloot om er nog eentje te adopteren. Ze reisde zelf naar Kenia en keerde terug met een wolk van een dochter. Maar eenvoudig was dat allemaal niet. En het waargebeurde verhaal is nu beschreven in dit boek. Een nieuwe wereld voor Valérie. Ik kan geen kompo. Valérie is een meisje uit Kenia van 3,5 toen ik haar voor de eerste keer ontmoette. En zij woonde in een hut met nog een 13-tal andere kinderen en een oudere tante die voor haar zorgde. Valérie is een heel leergierig meisje en ik denk dat zij echt wel vooruit wilde en dat het niet voor niks is dat zij het geworden is. Mijn moeder vertelt dat vaak als kind, dat ik al zei van ik ga later een kindje adopteren. Als ik naar die documentaires keek, en ik was daar toch heel erg mee begaan. Dat bleef bij mij dagen in mijn kop spelen. En ik wou toen eigenlijk al echt iets doen. Maar dat was dan van, ja, maar dat is toch een risico. En we zouden dat beter niet doen. En daar werd toch op die manier al zo aan gedacht van, het is toch een beetje gevaarlijk. En, maar het is blijven spelen en ik heb het dan uiteindelijk toch gedaan. Met je arm om me heen. Neem je mee. Ik wil ja. Ik zeg ja. Ik vond het ook heel belangrijk om haar die toekomst te bieden. Nu niet direct haar, maar eender welk kind. Om gewoon te zeggen van, kijk, andere kansen, betere kansen, schoolkansen. Want als je daar geweest bent, dan is het toch niet evident. Heel veel kinderen geraken daar niet in school, hebben echt geen veilige thuis. Dat is bij mij blijven spelen. Ik denk de eerste 3-4 dagen waren moeilijk en ik was er daar maar 7. Dus dat was dan de grootste deel van de reis, was moeilijk. Maar tegelijkertijd ook heel mooie momenten meegemaakt. Het moment dat heel dat dorp met mij aan het zoeken is naar een maatschappelijk werkster die we op één avond moesten vinden. Je krijgt dan zo'n heel menigte achter u. Elke deur waar we gingen kloppen, bleven de mensen zeggen van, maar we gaan u wel helpen. En op den duur had ik tientallen mensen achter mij die mee aan het zoeken waren. Dat is iets dat ik nooit zal vergeten. Het was niet echt de bedoeling van een boek te schrijven. Ik had het vooral neergeschreven om later, als ik iets zou voorhebben. De eerste keer was ik in Kenia alleen. Die week was heel speciaal, er is heel veel gebeurd, heel veel mooie momenten, heel veel ontroerende momenten. En als ik die niet had opgeschreven en er overkomt mij iets, dan weet mijn dochter later niet hoe dat gegaan is. Dus ik had zoiets van, ik schrijf het op voor haar. Ik hoop ook dat mensen die niet geïnteresseerd zijn in adoptie het ook lezen, gewoon al om te weten hoe die mensen kinderen leven, want daar schrijf ik toch ook wel een klein beetje over. En hoe het kinder eraan toe gaat, gewoon uit interesse en omdat het een mooi verhaal is. En een beetje spannend ook, want het blijft wel, het was voor mij ook wel spannend tot op het einde. Dus ik hoop in die zin dat mensen er inderdaad iets aan hebben. Papa zei, ik stopte nu met duimen. Ja, papa had schrik dat uw tandjes gingen verkeerd groeien. Hè? Als je veel duimt, zeggen ze dat uw tandjes verkeerd groeien. Daarmee zei papa dat, hè. Zoals gebruikelijk liggen er 5 exemplaren van het boek voor u klaar. Om er een te winnen moet u sms'en, bladwijzer intikken en verzenden naar het nummer 3024. Van Kenia naar het Duitsland van Geert van Nistendaal. Een goed boek, dat is altijd een beetje reizen. Van Nistendaal observeerde die Duitsers heel nauwkeurig en probeerde het land en zijn bewoners te beschrijven. Hij doet dat op zijn eigen typische manier. Een boek over geschiedenis en cultuur, maar ook over eten en drinken en feesten. Kortom, al wat Duits is. En Diab Abu Djadja duikt nog eens op. Bij Meulenhof Manteau is zijn dagboek Beirut Brussel verschenen. Djadja, die we nog kennen van de AEL, trok naar zijn geboorteland Libanon en vocht ermee in de oorlog tegen Israël. Objectief kan je het boek niet noemen, het is wel een zeer persoonlijke getuigenis. Op een doek is afgelopen, voor wereldcinema moet je nu terug naar de bibliotheek. In Westerlo draaien ze overmorgen de Kebab Connection van de Duitse regisseur Anno Zaul. Een jonge Turkse immigrant wil in Duitsland groot worden als regisseur van kung-fu films, maar hij moet klein beginnen met een reclamespotje over een kebabzaak. Een fijne komedie over de clash der culturen. Nog een aanrader is Mark Helzen, de wereldreiziger, vertelt morgenavond om 19:30 100 uit in De Wouwer in Ravels. Volgende week 2 nieuwe auteurs, 2 nieuwe boeken in dit programma, Gert Erouw en Lydia Verbeek. Tot dan!